Dag Patricia, Saskia en Mark. Hoe slim zijn onze Boksterse mensen die mee hebben gedaan? Mark. Ja, heel slim. Wij hebben 55 teams gehad. Ik denk minstens 800 deelnemers. En die hebben heel veel vragen goed beantwoord. Ze hebben allemaal 150 vragen gehad. En ook een aantal vragen fout, maar vooral heel veel vragen goed. Dus ik denk dat ze slim zijn. Zeker ook als ze af en toe een beetje op Google kijken, komen ze snel uit. Hebben jullie ook ervaring met andere quizzen van andere gemeentes? Daar hebben we geen ervaring mee. We hebben er wel naar gekeken. Vooral om, eigenlijk om te kijken, van zijn we niet te moeilijk of te makkelijk? Maar goed, dat is heel lastig om in te schatten. Vooral als je een quiz is, allicht moeilijker als je de vragen niet kent dan als je de vragen natuurlijk wel kent. Voor mij is het meest succesvolle dat heel veel mensen zeggen dat ze een hele leuke avond hebben gehad. En dat vind ik het meest succesvolle. Het einddoel is denk ik toch de verbinding dat jij in een team van soms 5 mensen, maar soms ook, ik hoorde net iemand zeggen, 23 mensen in een team. Je verbindt gewoon een hele hoop mensen die allemaal een hele gezellige avond hebben, zoals Patricia zegt. Maar vooral ook samen geld bij elkaar brengen voor een lokaal goed doel. Wij houden er niks aan over. Het gaat echt om het ondersteunen van het doel waar je voor speelt. En dat kan voetbal zijn of de Vincentius Voedselbank. Scholen doen mee voor projecten op hun eigen school. Dus het is echt voor het goede doel. En dat is al helemaal heel mooi, denk ik. De eerste prijs is 1000 euro voor het goede doel. De tweede prijs 500 euro en de derde prijs 250 euro. Dus het gaat best om een aanzienlijk bedrag. Kunnen jullie een klein tipje van de sluier oplichten voor de kijkers? We hebben een hele andere top 3 dan vorig jaar. Komt er volgend jaar een derde ronde, want dit was de tweede keer? Wij gaan er vanuit van wel, ja. Wij hebben alweer vragen voor 2016. Volgens mij is dit een van de jongste deelnemers. Hoe heet jij? Marijn. En Marijn heet met zijn achternaam? Henneman. Marijn, als jongste deelnemer tussen al die grote mensen, wat had jij in te brengen? Niks. Ja, we zijn hier bij de Angela School. Althans, een deel van de groep. Want jullie groep bestaat uit hoeveel mensen? Ik dacht iets van 18. 18? Ja. Mag ik even vragen, hè? Vorig jaar zijn jullie kampioen geworden. Wat zijn jullie kansen vandaag? Die eend blijft hier bij ons. We gaan gewoon weer winnen. Ja, ik denk het ook. Kim, ja. Met welk team heb jij meegedaan? Nou, ik heb meegedaan met de Brainboxed Box. Ja. Wat bindt jullie als deelnemers? Nou, dat was eigenlijk wel een mooi verhaal. Eigenlijk waren er een aantal mensen die helemaal geen binding hadden met elkaar. Want we waren eigenlijk een beetje een bij elkaar geraapt team. Dus dat maakte het eigenlijk wel extra bijzonder. Want we wisten eigenlijk niet wat voor kennis we in huis hadden. Maar dat heeft uiteindelijk wel goed uitgepakt. Maar ja, we hebben wel wat beginnersfoutjes gemaakt. Dus volgend jaar gaan wij voor de overwinning. Want we denken niet dat we hem dit jaar hebben. Je hebt meegedaan aan de quiz. Hoe ging dat voor jou? En voor het hele team natuurlijk. Het hele team, ja. We hadden een gecombineerd team van het MUBO en de Heemkundekring. En ons goede doel was het MUBO. En het was voor mij de eerste keer dat ik meedeed. Ik vond het een beetje chaotisch. Er waren te veel vragen die verdeeld moesten worden over verschillende deelnemers. En ik denk dat niet iedereen de juiste vragen heeft gekregen. Want ik weet niks van voetbal. Maar ook helemaal niks. Maar ik zit daar wel met 5 of 6 gezichten voor mijn neus, waarvan ik alleen Harry Schellekes herkende, omdat ik vroeger bij hem op de lagere school in de klas gezeten heb. Maar voor de rest ken ik niemand. Dus het was wel moeilijk. Wat mij opvalt aan deze tafel, dat jullie de tafel zijn met het meeste bier. Hebben jullie op deze manier ook de quiz gedaan? Ja, er was wel drank bij. Ja, er was drank aanwezig, ja, dat klopt. Ja. En eten? Maar we waren zo fanatiek dat we het eten al pas hebben gedaan toen we klaar waren met de quiz. Om te beginnen wil ik jullie allemaal heel, heel, heel hartelijk bedanken. Wij hebben een ontzettend leuke quiz mogen organiseren weer. We hebben een leuke avond gehad met jullie allemaal. We hebben genoten van de worsteling. Op welke volgorde moeten de blaadjes nou liggen? En wat bedoelen jullie nou precies met deze vraag? En wat zijn nou precies woorden als ik die moet tellen? En wat zijn het nou precies niet? Dus welkom bij de prijsuitreiking. De Angela School heeft vorig jaar gewonnen en die staan hier met knikkende knietjes. Want die hopen natuurlijk, vol zelfvertrouwen.
Die zijn vol zelfvertrouwen dat ze dit jaar weer met de hoofdprijs aan de haal gaan. We zullen het zien. Wij zijn op 7 november, doe de volgende maar, 6. Op 7 november zijn jullie allemaal keurig netjes in de rij komen staan bij Angarde voor. Dat vonden wij hartstikke gezellig. Van ieder team waren één of twee afgevaardigden aanwezig. De eerste zat er al om 5 uur. vonden wij leuk. En toen zijn jullie allemaal met het boekje naar huis gesneld. Iedereen heeft thuis ontzettend hard zitten werken met heel veel laptops, met kinderen, met opa's, met oma's, met hapjes erbij. Om 7:30 hebben wij jullie gevraagd om iemand naar het gemeentehuis te sturen. En daar moesten vragen beantwoord worden. Die vragen werden gesteld door de burgemeester. De burgemeester heeft om te beginnen wel gevraagd aan iedereen of iedereen zijn mobieltje eventjes in wilde leveren. Dat werd natuurlijk ook braaf gedaan. Dus die lagen daar allemaal op de grond. Jullie zijn ook allemaal naar buiten gegaan. En hebben met fietslampjes en lampjes van mobiele telefoontjes geprobeerd om in ieder geval de opstelsom te maken bij Van de Elzenmakelaars. Niet iedereen kan even goed rekenen, blijkt dan. En jullie zijn elkaar ook allemaal tegengekomen. Vonden wij ook heel erg leuk om te zien. Van ieder team is er een teamcaptain naar de markt gekomen. Samen met een van de deelnemers. In een hele sportieve outfit in sommige gevallen. En die hebben een race gedaan op houten skietjes. Die organisatie was, zoals het bij ons een beetje hoort, licht chaotisch. Maar wij zijn blij dat jullie allemaal ontzettend je best hebben gedaan. Ik wil met jullie een paar vragen doornemen. Die op een leuke manier beantwoord zijn. Eén vraag was: hoeveel calorieën krijg je binnen als je 200 milliliter anijsmelk maakt met een pakje anijsstaafjes van de Ruiter? Dit lijkt heel erg veel, 120.000 calorieën. Maar als je met het hele pak anijsstaafjes kun je 12 bekers melk maken. En in 12 bekers melk gemaakt met al die staafjes anijs zitten 1.440.000 calorieën. En het zijn geen kilocalorieën, wij vroegen om de calorieën. Dus dat is een instinkertje geweest. Dan hadden we ook nog een vraag met een aantal foto's die bij mij thuis aan de keukentafel gemaakt zijn. Ik weet niet of jullie willen weten wat het is. Die bovenste was een theelepeltje. Een heel klein stukje ervan. Je ziet hem nou slecht, maar straks leggen we de boekjes op tafel. Kun je er nog eens een keer in kijken? Verschillende mensen die zijn naar shawarma tenten en naar Hebreeuws lezende buren en buurman en buurvrouw gegaan om te ontcijferen wat hier staat. Het is echt doodgewoon doosje after eight. Ja, ja. Dan hebben jullie allemaal bloed, zweet en tranen gezweet om een ballon, een waterpistool te maken. Sommige teams dachten, ik maak een pier en een slang. En dat zal ook wel vast goed zijn, maar dat was dan niet, zeg maar. Het moest echt een waterpistool zijn. De voetballers. Dat was voor heel veel mensen makkie. Bert van Marwijk, René van der Kerkhof, Dick Nanninga, Willy van der Kerkhof, zijn broertje, wissel ze niet om. Ron Jans. Harry Schelk is door heel veel mensen fout ingevuld. Gelukkig, want anders is er niks aan natuurlijk. Dan hadden we een vraag. Hoeveel mannelijke stagiaires zijn er op dit moment werkzaam bij de Stichting Brede Scholen Bokstel? Daar zijn er 21. Maar er is één team wat de vraag heel letterlijk heeft opgevat. 0, want het is nou weekend. Die hebben wij ook goed gerekend vanwege de nationaliteit. Dan gaan wij nu over naar de allerleukste teamfoto met het ballonnenwaterpistool. En wij willen dan graag de teamcaptain van de Upke Dupkes naar voren hebben om de prijs voor de leukste teamfoto in ontvangst te nemen. En wil jij dan, als je bij mij komt staan, kun je... Waar sta jij? Daar helemaal aan de... Van de rechtsboven. Wie heeft de ballonfiguur gemaakt? De hele stoere man daar zo. Die heeft zichzelf zo stoer aangekleed en ballonfiguur gemaakt. Super. Jullie foto poedelprijs. Veel plezier ermee. Doen jullie volgend jaar weer mee? Ja, dat denk ik wel. Superleuk. Oké, gefeliciteerd.
Maar de origineelste rap, die vinden wij toch echt het filmpje van Emiel Techniek en Familie. Dus ook jullie team Captain mag naar voren komen. Kan je hem nog eventjes live performen hier? Gefeliciteerd. Ik was er zelf niet bij tijdens het optreden thuis. Ik was druk doende onderweg, maar dankjewel. Graag gedaan, gefeliciteerd. Tot volgend jaar. De kleine mini-eentjesprijs, die is de prijs voor het lekkerste worstenbroodje. Sausijzenbroodje. Die prijs heeft ook al op Facebook gestaan. Als ik de teamcaptain van de Divas uit het Oosten naar voren mag. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Wat was jouw geheim van het lekkerste sausijzenbroodje? Goed werk heeft veel tijd nodig. Goed werk heeft veel tijd nodig, dat klopt. Volgend jaar weer? Zeker weten. Hartstikke leuk, dankjewel. Gefeliciteerd. We hadden 55 teams. Ik ga ze niet alle 55 voorlezen. Op de derde plaats de prijs van €250. Sponsor die te besteden is aan het goede doel. Die gaat naar de Heren van Vijf. Mag ik de teamcaptain van de Heren van Vijf naar voren? Dat is de derde prijs. Die is voor jullie. Wil je even vertellen waar de derde prijs naartoe gaat? Ja, de derde prijs, die €250 gaat naar het gevoetbal van ODC. Hè. Wij zijn, de Heren van Vijf zijn ook fanatieke voetballers bij ODC, dus een goed doel lijkt me. Helemaal goed. Ja. Volgend jaar weer. Goed zo. Op de tweede plaats is een bedrag van €500. En dat bedrag van €500, dat gaat naar het meest mopperende team. De Bokselse Moppen. Zoals ik de teamcaptain van de Bokselse Moppen naar voren mag. Hey, super gefeliciteerd. Wil jij even zeggen waar jullie prijs naartoe gaat en waarom? Ja, je staat in het licht. Naar het restauratie van het carillon. Hartstikke mooi goede doel vinden wij. Gefeliciteerd ermee. Op de eerste plaats is €1000. Dat is een flink bedrag. Die is gewonnen door een team. Hoeveel punten? Staat hierop. Door een team met 194 punten heeft gehaald. Dat is echt heel erg veel. Wij zijn bij dat team binnen geweest. We hebben ze gezien. Ze waren ontzettend leuk verkleed voor de sportieve ronde. De €1000 die gaat naar Wendy's en Friends. Annemarie, super gefeliciteerd. Wil jij zeggen waar de prijs naartoe gaat? Ja, de prijs die gaat een van onze meiden, Annemieke Doggen, die werkt bij, even helpen, bij Emmaus. Oh, Vinkerode. Ja, weet ik. En ja, het gaat naar die oudjes en die krijgen dan een lunch aangeboden bij Wendy's croissants erin. Ja. Ja. Dankjewel, gefeliciteerd. Even wachten. Want daar gaat de felbegeerde. Scan even maar. De felbegeerde wisseltrofee. De eend. Die willen wij volgend jaar weer terug. Die mag bij Wendy's komen staan. Gefeliciteerd ermee en bedankt voor het meedoen. Super. Wij hadden dit helemaal niet verwacht, want toen de nummer 1 werd bekendgemaakt, toen had ik zoiets van, ja, wij zitten er gewoon niet meer bij. En daarom was de ontlading des te groot dat het wel zo was. Dus wij zijn super blij hiermee. En wij gaan ook met die €1000 gaan we in ieder geval heel veel oudjes blij mee maken. Want op de afdeling van Annemieke Doggen, ja, die €1000, daar kunnen ze, daar willen we nu veel groter aan gaan pakken. Nou, fantastisch mooi. Ik heb wel nog één vraag over jullie prestatie. Waar ligt nou de kracht van jullie team? We zijn met alle activiteiten, alle dingen rondom, dus niet alleen de vragen, maar ook de buitenactiviteiten, hebben we gewoon super spontaan op gereageerd. En intern werd er wel eens ooit gemopperd inderdaad. Maar we hebben gewoon met z'n allen keihard gewerkt
En ja, eigenlijk wilden we er ook wel voor gaan voor de eerste prijs. En dat is ook gelukt. Ja, nou, ik vond het echt helemaal geweldig dit. En, het is gewoon een leuke activiteit voor heel Boxtel en Liende en Lennisheuvel. Dus ja, super dat de organisatie weer gewoon doorgaat. En ik heb al gehoord dat de datum voor volgend jaar alweer bekend is. Dus ja, helemaal geweldig. Jullie zijn nu eerste. Vorig jaar was de Angela School eerste. Je kunt alleen maar verliezen nog, hè? Dat klopt, maar elk jaar zijn er weer nieuwe ronden en nieuwe kansen. En dan kunnen we misschien weer andere goede doelen blij maken. En je doet het toch ook voor de lol. Je hoeft niet elk jaar te winnen. Je kunt ook voor de lol gewoon een leuk avondje hebben.